gevangenis betekent voor mij, als ik uit de samenleving word genomen, dat er een grote pauzeknop wordt ingezet. De eerste dag kom ik binnen, dan pauze en de tweede dag ga ik naar buiten. Mijn familie, er gaat een tijd vervoort, een tijd die dan nooit stilstaat, de kinderen groter maakt, mij verder wegbrengt van de liefdevolle betekenis dat ik maar kan zijn. Het vervreedt mij volledig van mijn familie en mijn vrienden. Uiteindelijk ben ik een vergeten persoon in een welvarend land. Ik zit nu in de gevangenis van Beveren, de modernste gevangenis van België. En je zou denken dat je hier toch plaats krijgt tot ontplooiing van jezelf of tot dat je kunt werken aan je problematiek. Uiteindelijk word ik hier gewoon aan mijn lot overgelaten. Zinloos, nutteloos. Met een tijd iets te verdoen. Alles wordt voor u gekozen, alles wordt voor u beslist. En er, zolang dat je maar aan hun regeltjes volgt en dat je niet de huishoudelijke reglement overtreedt, laten ze je gewoon doen. Maar uiteindelijk bereiken ze dat daar totaal geen meerwaarde mee. We hebben als samenleving dikwijls een heel groot geloof in de gevangenis als systeem, dat het systeem werkt. We horen bijvoorbeeld heel vaak van politici dat de gevangenis kan gebruikt worden om bijvoorbeeld recidive aan te pakken. Nu, in de realiteit zien we eigenlijk dat al die ideeën dat we hebben over de gevangenis als een probleemoplossend systeem, dat die eigenlijk helemaal niet kloppen. Onderzoeken tonen al heel lang aan dat een gevangenis eigenlijk heel vaak meer problemen met zich meebrengt dan dat het zal oplossen. En ik denk dat we in een museum dat debat op een complexere manier kunnen gaan voeren. Dat we kunnen aan de hand van voorbeelden, dat mensen kunnen ervaren wat dat is om in een gevangenis te zitten. Heel concreet, denk bijvoorbeeld, als je uit de samenleving wordt gehaald in zo'n instituut zit als de gevangenis, dan zit je ver van de samenleving. Diensten moeten binnenkomen, maar dat is ook niet altijd evident. En dus iets als een reïntegratie voorbereiden, waar dat dikwijls op wordt gefocust, dat is helemaal niet zo evident als je in zo'n gesloten systeem zit. En ik denk dat zoiets duidelijk kan worden als je in een museum al die verschillende aspecten diepgaand kan uitlichten en zo wat diepgaande reflecties en debat kan creëren met de leerling of andere mensen die het museum bezoeken. De gevangenis is eigenlijk de allerlaatste in België die gebouwd is volgens een model dat in het begin van de 19e eeuw al veel succes kende van het sterrenmodel. Panopticon. Als er zo de gevangenissen werden opgedeeld in een soort van 5 sterren en de gevangenen werden elk geplaatst in kleine cellules en zo kon men eigenlijk, als men in het midden stond, heel gemakkelijk kijken of er geen problemen waren aan de een of de andere kant van de gang, zonder dat de personen die bekeken werden doorhadden dat er naar hen gekeken werd. En dus dat is heel een zekere manier van zien van hoe de gevangeniswereld beter zou worden gecontroleerd, zou worden samengesteld op een architecturale manier. Hoe de architectuur gaat bijdragen tot het beter beheren van zo'n gevangenis.